Hey, kijkers van Big Game en welkom bij een nieuwe episode van. Oh, en dit lijkt een beetje. Oké, welkom bij een nieuwe episode van de Ik Ben Je Game. En ik neem nu wel een 30 FPS op, dus je merkt al dat het iets laggier wordt. Dus ik ga misschien switchen naar 25 FPS. Ik hoop dat jullie dat niet al te erg vinden, want dan hebben we iets minder lag. En we gaan meteen verder. En wat ik in deze episode wil doen, zijn wel redelijk wat dingen. Ik wil de map vervangen met een andere map, en iets meer een map waar we echt iets aan hebben. Eigenlijk, ik bedoel, dit is leuk, het water, maar het is niet dat we nu al iets met water gaan doen. Ik ga nog wel veel dingen met water doen. Ook echt zwemmen, I guess. Water wordt nog doorzichtig en zo. Wat ik ook wil doen, en dat wordt vooral het main dingetje in deze episode, wordt het springen. Ik heb namelijk door de week zit ik lekker te coden. Ik heb nu een spring bedacht, dit wordt deze ongeveer. Oké, wacht, ik switch heel veel naar 15 FPS, want dan wordt het echt iets smoother. Mijn excuses. Oké, dan dit is als het goed is iets minder laggy. Oké, het springen heb ik dus een beetje nu uitbedacht. En ik heb wel iets leuks gemaakt, vind ik zelf. Het springen, dit is zeg maar de basisjump. Maar, zoals je ziet, heb je cijfertjes beneden onder. En de beneden onder, dat zal ik even meteen uitleggen, is de console lock. Dat is in principe waar onze waarden gaan. Je ziet meteen al wat zitten. En ik ga ook meteen even wat code laten zien. Ik ga binnenkort ook een nieuwe setup video maken, want het is een beetje anders. En als jullie dat zien, zo even kijken hoor. Ja, ik haal het even bij. Dit is de player movement. Het is nu al lekker groot aan het worden. En ik ga meteen even iets aan jullie laten zien. Ik heb nu iets gemaakt. Min en max jump. Dit is voor de mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in code. Die kunnen het nu snel aflezen. Ik ga er nu niet veel verder over in. Ik heb nu gemaakt dat je als speler, hoe langer spatie je inhoudt, hoe hoger je springt. Dat vond ik echt een heel tof idee. Dat kunnen we doen dat je gewoon automatisch enchanted boots krijgt. Zoals je ziet, is dat best tof. Het enige wat nu nog is, natuurlijk sommige animaties zitten er niet in. En daardoor zie je dus dit. Kijk maar, je loopt nog lekker overlucht en het ziet er echt niet uit. En daar ga ik zo meteen ook aan de slag mee. Ik ga zo meteen nieuwe animaties maken voor jump. Maar zoals je ziet, linksonder staat hij nu op 10. Dat is in principe de waarde met hoe lang wij spatie ingedrukt hebben. En jullie zien ook als ik iets korter spatie indruk, dan springt hij dus iets minder hoog. Dus wat ik nog wil doen, en dan weet ik niet zeker of ik dat deze episode ga redden. Ik wil nog zeg maar. Ik moet echt verschrikkelijk veel animaties maken voor het springen. Want er zijn verschillende. Nou, verschrikkelijk veel. Twee of drie. Er zijn verschillende momenten wanneer ik wil springen. En wel een leuk dingetje, zeg maar, dat als ik. Zeg maar, ik wil. Oké, dat ga ik even meteen uitleggen. Er zijn drie dingen die ik moet maken van die animatie. Drie grote dingen en dat nog keer een paar keer. Als eerst de charge. Dus als ik spatie indruk, dan moet die chargen dat ik wil springen. En kijk, want weet je dat hij zo stil staat en dan springt, dat is helemaal niks. Dan, als ik spatie loslaat, komt de echte jump. Dan moet hij zich klaarmaken, of eigenlijk daarna al, want in die charge wil ik hem gebukt hebben natuurlijk. Want je gaat niet staan chargen, vind ik. Zo. En als hij zeg maar geladen is, zo, dat springt hij omhoog. En dat doet hij hiermee. Dan, wanneer hij in de lucht is, gaat hij zeg maar zijn benen zo doen dat hij gesprongen heeft. Dat hij eigenlijk niks meer met zijn benen kan. Dan wil ik dat hij ongeveer op zijn hoogtepunt, dus nu, gaat hij in een positie dat hij valt. En dan wil ik nog doen, en dat ga ik zo meteen even coden, dat hij checkt hoe dichtbij ik bij de grond ben. Want wat ik dan ga doen is zeg maar gewoon. Als je zeg maar zo dichtbij bent, zo, gaat zich nu bijvoorbeeld, gaat zich klaarmaken om te landen. Waarbij hij dan een andere animatie uitvoert. Waarbij hij met zijn hand bijvoorbeeld op de grond gaat. Of gewoon weer even bukt om bij te komen van die sprong. En het leuke is zeg maar dat maakt het volgens mij best tof. En heel handig. Want als ik dan nog hoger dan dit spring, kan ik gewoon die animatie herhalen dat hij in de lucht is. En dan. Hoef ik niet. Kijk, het is veel makkelijker zo. Want zo, als ik nu bijvoorbeeld een jump animatie zou maken, dan zou hij dat uitvoeren hoe dan ook. En als ik heel hoog zou springen, zou hij dus in de lucht ook weer landen. Dus we gaan het gelijk zo doen, zodat hij berekent wanneer hij dicht bij de grond is, dat hij dan pas de juiste animatie uitvoert. Het is een beetje vaag weer wat ik zeg, maar dat komt wel goed. Als eerst. En weet je, ik heb het ook al gemaakt. Ik wil het eigenlijk laten zien. Als ik uit Maximize Play ga, dan zien jullie dat ik meteen al een raycast heb gebruikt. En ik heb wat code gemaakt. Die zal ik ook even laten zien. Dat is de raycast hit. In principe super simpel. Wat is nou namelijk een raycast? Een raycast is een soort van. Ja, een straal die naar beneden gaat. Of niet per se naar beneden. Een soort van straal die. Even heel duidelijk gezegd, die kan tussen twee objecten, of meer zelfs, kan die berekenen hoeveel de afstand daarvan is. Heel simpel. Dat is een hele nice en netjes manier om dat te berekenen. En ik ga nu expres even niet in Maximize Play, want kijk maar. Zie je die blauwe lijn? Ik heb hem nu even blauw gemaakt. Die checkt voor ons en jullie kunnen rechtsonder bekijken. Nee, niet rechtsonder. Nee, excuus, ik zit op pauze.
op feed, want ik heb een apart game project bij de voeten gemaakt. Want daar wil ik later nog meer mee doen. Kunnen jullie inderdaad zien, nu is het 0. En als ik het inhoud, wordt het hoger. En hierbij kunnen we bijvoorbeeld, als die waarde, weet ik veel, 1 is. Dan kunnen we al doen van, doe nu dat je gaat landen, die animatie. Dus dat heb ik gemaakt door de week heen. Daarom duurt het ook iets langer. Ik heb thuis ook nog, ik heb op school ook nog wat projecten. En dat kost dus erg veel tijd. Maar daarom, dit soort dingen, de code doe ik echt gewoon off-camera. Maar ik vind het wel leuk om het te laten zien. Dan dit werkt echt best wel pittig goed namelijk, vind ik. Wat we nu gaan doen is in Blender naar een paar timelapjes kijken met hoe ik die springanimaties maak. En ik heb ook iets leuks. Dit kon ik, I guess, 2 jaar geleden niet. Dus voor iedereen die zegt, oh, ik hoop dat ik dit ook wil kunnen, dit wil ik ook kunnen, zo. Dit kan je jezelf gewoon leren. Ik heb dit, Blender heb ik mezelf helemaal geleerd. Animeren heb ik mezelf ook helemaal geleerd. En gewoon bij anderen kijken hoe zij dat doen. En coderen, dat leer ik nu natuurlijk op school, maar dat kun je ook allemaal doen. Maar ik vind het erg leuk. Dus ik vind het ook leuk dat jullie het heel erg interessant vinden. Wat ik wel nog even 1 keer ga doen, is 1 keer nog naar die straal kijken die onder zijn voeten vandaan komt. En dat is letterlijk een straal die je ook niet in-game hoort te zien. Als je dat in-game doet, dan gebruik je daar gewoon aparte tekstjes voor. Maar misschien als ik nu spatie hoog indruk, dan zie je die straal erg lang worden. Groter dan dit zelfs. Maar oké. Nu zou je denken, ja, weet je, ik kreeg toch een idee, is die straal wel nodig? Want, weet je, je kan ook gewoon automatisch berekenen wanneer je die gewoon een animatie maken voor alle jumps. Maar dat is super handig. En ook een dingetje wat ik wil is zeg maar, wat ik nu heb, en dat valt ook wel weer op. Als ik nu bijvoorbeeld hierop spring, dan zien jullie dat hierop kan ik niet meer springen. En waarom heb ik dat gedaan? Dat is heel simpel. Ik heb nu alleen op het gras zelf, ja, hier, heb ik de tag ground neergezet. Dat betekent dat dat de grond is. En met de code ga ik dus checken van, als dit object een tag heeft, dus ground, dan pas kan hij springen. En wat ik dus wil doen in die nieuwe map, en dat is een beetje wat ik heb uitbedacht, ik wil alle blokken, wil ik zelf, dat gaat ook wel even duren voordat ik dat in Blender klaar heb, wil ik de bovenste zijde van pakken. Want ik zat dus te bedenken, ik had dus laatst namelijk nog een andere sprong gemaakt, want dit is eigenlijk echt een goeie. Ik heb er echt al 3 andere geprobeerd, die ongeveer wel oké waren, maar het niet lekker deden. En waarom? Als ik dan tegen een zijkant van een blok aanging, dan kan ik in principe, en dat is ook nog bij deze, by the way, dan kan ik in principe nog eens springen. En dat wil ik niet. Ik wil namelijk dat je eerst echt landt voordat je nog eens kan springen. En wat ik dus heb bedacht is, als ik nou alle bovenste zijdes pak van het blok, van het Minecraft blok, wat ik dan ga doen, is die zijdes pakken en daar allemaal een tag op zetten. Maar dat moet ik wel in Blender doen. Maar wat ik dan moet doen, dat kan ik nu niet hier doen. Kijk maar, dit is 1 heel object. Dus wat ik in Blender ga doen, is alle bovenste zijdes selecteren. Dat is wat werk, daarom pak ik ook even een andere map. En daar ga ik die tag op plaatsen. En dat ga ik in de aankomende maps doen die ook in de game komen. En ik zat zo te denken, kan dat via code? En volgens mij, het kan wel. Het kan volgens mij wel echt. Maar volgens mij, weet je, tot nu toe vind ik dit even makkelijker om, zeg maar, echt al die bovenste zijden van die blokken te pakken. Want kijk, ik zal het een beetje laten zien wat ik bedoel. En ik hoop dat ik niet al te onduidelijk ben. Ik ga heel even hier naartoe. Nee, eigenlijk niet. Kijk, ik zal het uitleggen. Je hebt, zeg maar, de player, als die hier is. En je ziet daaronder, je ziet daaronder een klein vakje staan met grounded. En als ik spring, gaat grounded uit. En dat is in principe onze check van, sta jij op de grond? En dat wordt in heel veel games gebruikt, dus dat is wel grappig. Maar kijk, ik zal het nog eens laten zien. Als ik nu bijvoorbeeld, ja, het is moeilijk te laten zien eigenlijk. Als ik nu bijvoorbeeld hier land, en ik raak de zijkant aan, of zoiets. Het is moeilijk om te laten zien, echt waar. Maar, nou, okay, dus kijk, het is even functioneel beter zo. Oh wow, ik kan niet springen omdat ik op het steen sta. Kijk, luister. Stel voor ik kom nu tegen die boom aan en die boom heeft ook de tag grounded. Want die bovenkant van die leaves, ik wil wel dat je daar gewoon vanaf kan springen. En stel voor ik kom tegen de zijkant van die leaves aan. Dat betekent dat ik daar nog eens vanaf kan springen. En dat wil ik niet. Dat is echt in principe waar het op neerkomt. Maar ja, dat is in principe nu mijn progress wat ik heb. Dus ik ga nu even lekker animeren in Blender. Ga ik een jump maken. En dan ga ik ook nog eens meteen de map gaan doen. En dan moet ik alleen 1 lastig ding bekijken. Namelijk, ik ga de player vervangen. De 3D-val. En dat is in principe deze. En, oh, daar gaat mijn ringtone. En 1 ding ben ik dan heel erg bang voor. En dat is deze. We hebben namelijk dit in de vorige episode gedaan. En weet je, dit
Het is niet al te veel moeite, maar het kost wel tijd. En volgens mij raak ik dit kwijt als ik deze update. En dat wil ik niet. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga oplossen zonder dat ik alles kwijtraak. Misschien raak ik wel alles kwijt en dan moet ik dingen dus off-camera even doen. Wat een leuke map eigenlijk is het ook. Maar oké. Suggereer anders ook even een map in uit de Ik Ben Craft. Of weet ik veel welke map die ik leuk is om te gebruiken. Ik ga nu gewoon een soort van stadmap gebruiken waar we lekker kunnen doorlopen. En ik weet niet zeker of ik dit in deze video ga doen. Maar zoals jullie merken. Het wordt een third-person game. Misschien ook first-person. Maar als ik nu dit speel. En ik hoop dat het wel een beetje goed zien is op YouTube. Ik wil. Kijk, je kan de camera nu in- en uitzoomen. Maar dat is niet. Dat had ik even voor de extra gedaan. Wat ik eigenlijk wil is dat de camera zich aanpast vanaf de achterkant aan de omgeving. Bijvoorbeeld, nu sta ik zo. En als ik dit huis nu inga, ik zal eigenlijk even dit iets groter maken. Hier, hoppa. Oh. Als ik nu in het huis ga, dan zul je zien dat ik met mijn camera letterlijk door het dak heen ga. En dat is niet de bedoeling. Hier, ik ga het even laten zien. Ook die deur heeft geen textures. Misschien moet ik. Oh ja. Hier, dit is niet mooi. Wat ik wil is dat de camera dynamic wordt. Oftewel, hij gaat kijken hoeveel ruimte heb ik om dat te doen. En natuurlijk, nou, 2 bij 1 of 1 bij 2 blokjes wordt een beetje lastig. Maar bijvoorbeeld hier moet het gewoon. Weet je, hierbij moet het wel gewoon functioneel zijn dat je niet hoger dan dit kan. Snap je? Dus ik weet niet zeker of ik dat in deze episode ga doen, maar dat is wel gewoon iets op mijn planning. Ja, dus we gaan nu even kijken in Blender. Ik ga even die jump animeren. En dan kijken we even hoe dat verder gaat. Ook ga ik dat even renderen. Kan ik dat in de video zetten en dus toch wel weer lachen. Oké dan, de animatie is best wel goed gelukt. Zoals jullie net zagen in de timelapse. Ik moet eerlijk zijn, dat werk heb ik gisteren gedaan. En ik heb het nu meteen ook aangepast dat het werkt. Want wat jullie ook zagen, wat ik bijna vergeten was. De jump, de hoogte van de speler zelf, die doen we echt in Unity. Dat is ook gewoon beter, want dan kun je ook gewoon zelf hoogtes bepalen. Want, kijk, één ding moet ik meteen uitleggen. Alles wat je hier ziet, de hoogte mag een beetje verschillen, zoals hier in het lopen. Je ziet dat het lichaam een beetje omlaag gaat en dat is geen probleem. Dat is echt geen probleem. Maar ga je opeens de speler zo hoog doen, dan doe je eigenlijk gewoon die animatie omhoog. En dat is echt. Dat kan niet eigenlijk. Het is gewoon, ja, taboe. Maar oké, hier heb ik dus de jump animatie. En niet schrikken. Ik heb nu de hoogte dus uitgeschakeld, want dat hoort gewoon niet.
En wat je hier dus hebt is de laad. Dus dit is mooi. Dit ga ik misschien nog zelfs laten trillen, alsof je spatie langer inhoudt. En wat je hier dan hebt is natuurlijk de jump. En de sprong zelf. Ik ben over een aantal dingen blij en over een aantal dingen niet zo heel blij. Bijvoorbeeld die arm hier, die gaat veel te snel heen en weer. Maar nu komt ook nog eens het volgende. Hierbij, kijk, ja, het ziet er een beetje raar uit als hij niet echt omhoog gaat. Maar geloof me, het gaat er wel oké uitzien. Een paar dingen moet ik nu nog rekening mee houden. Dat is één. Dat is, als hij dit doet, dan is spatie ingedrukt. Als hij dat loslaat, dan doet hij dus dit. Dan moet hij eerst die animatie doen dat hij zich van de grond loshaalt voordat hij echt omhoog gaat. Dus daarmee moet je een soort van timer instellen. Ik hoop dat je het allemaal nog begrijpt, by the way. Ik hoop dat ik het ook een beetje goed uitleg. Wat er dan gebeurt is dat hij in de lucht zit zo en dat hij deze positie aan gaat houden. In principe, dit is als hij zo omhoog gaat. En ook een dingetje waar ik wel blij mee ben. De meeste mensen gaan iets hoger springen dan zeg maar twee bloks hoog. Want ik moet nog even kijken hoe dat zit. Dus kijk, stel voor ik spring dus super laag. Stel voor, hè. Dan wordt al die drie animaties van zeg maar springen, vallen en landen, wordt best wel snel afgespeeld. Dus ik ga misschien zelfs gewoon dat de limiet van springen zo hoog is. Want anders wordt die animatie voor nu een beetje raar. Dan moet ik nog even iets vinden. Want wat je dan krijgt, zeg maar, nu staat de limiet letterlijk op zo hoog. En zeg maar, dat is niet erg. Het is gewoon een normale sprong. Maar dan wordt al die animaties zo snel afgespeeld. En ik heb geen idee of dat nog goed gaat. En ook een. Oh ja, ook die camera dat ik niet onder de grond. Oké, ik moet mijn ringtoon uitzetten. Nou, nu zie je het. En het ding is, zeg maar, stel voor je zit in de lucht. Dan gaat hij echt stuk voor stuk uitvoeren. En als ik opeens heel hoog zit, dan gaat hij dus ook nog even stilstaan hier. Dus volgens mij ziet het er dan wel beter uit. Even kijken hoor. Dus dit is de land. En dat zijn er allerlei dingen waar ik rekening mee moet houden. Maar volgens mij is dit wel oké. Ik kan het straks opdelen in stukjes en misschien zelfs al echt gebruiken. Ik ben er niet heel ontevreden mee, niet al te tevreden. Dus misschien gaat het wel binnenkort ooit vervangen. Maar wat ik nu ook voor het eerst ga doen, en dat is ook wel even spannend. Is, dat wordt leuk. Oh. Ik ga nu dus de player vervangen in Unity. Ah, ik hoop echt niet dat alle animaties weg zijn. Maar dat ga ik nu eens even off-camera proberen. Hopelijk vinden jullie de jump leuk. ik ben er op zich wel. Ik ben vooral het meest blij met de afzet. Dit vind ik letterlijk op zich wel goed. En dan, ja, oké, ik ben wel blij. Ik ben wel blij. Dus ja, dat gaan we nu even doen. Daarna gaan we een nieuwe map selecteren. En dan hopelijk is het oké. Okay. En vergeet te zeggen. Wat ik bedoelde met de jump die we 3 keer moeten doen, is ze zijn namelijk wel. Dat is wel vervelend en dat ga ik wel even snel bekijken. Nou, het is niet vervelend, maar het is wel professioneel als we dat doen. En ik weet niet zeker of AAA-games dat ook doen, maar zoals je ziet, we lopen nu. Waarom moet ik aan rennen denken? We lopen nu en als je daaruit jumpt, dan gebeurt er. Dan wil ik niet dat je stilstaat en dan pas jumpt, snap je? Ik wil dat je uit het lopen ook kan springen. En ik ben bang dat we dat beginstukje van uit lopen naar springen moeten animeren. En maar dat komt even later. Ik focus me nu even op het stilstaan en dan jumpen. En ook vooral op het zeg maar uit de lucht vallen en dan zeg maar een positie aannemen. Want dat is dus ook een dingetje. Als hij dus heel hoog is, gaat hij dus dit stukje uitvoeren. Even kijken. Ja, precies dit stukje. Totdat hij dichtbij genoeg is bij de grond. Want dan gaat hij dit doen. Zo, hop, land, hop. Snap je? Dus ja, hopelijk wordt dat wel oké. We gaan het gewoon even lekker testen. Ik ga ook even meteen een nieuwe. Oh, ik hoop echt niet dat ik alles kwijtraak. Dit wordt even spannend. Oké, dan. Ik heb nu geen idee wat ik ga doen. Oké, hier is hij. Dat is de nieuwe player. En we slepen hem even hierheen, zodat we niet last hebben van de rest. Oké, als eerst. Oh, wauw. Waar ook een dingetje, zeg maar, is. Af en toe kan je. Volgens mij was dit het. Was dit hem? Ja, volgens mij was dit het. Wacht, let op, kijk. Oh ja. Oké, luister. Dat was ook wel een dingetje volgens mij. Volgens mij kon ik heel misschien. En dat is niet netjes, dat weet ik. Zeg maar, kijk. Stel voor je houdt verschillende twee sprites in. En daar hou je dan twee. Daar maak je dan ook echt twee animaties bij. Volgens mij kan je dan zelfs die animaties mixen. En op één ding gebruiken. Dank je, Racer. Dus wat we nu gaan doen. Doen. Wauw. Ik zit echt te denken terwijl ik dit doe. Even denken. Wat ik nu ga doen is hier de animaties. Oh, wauw. What the hell? Dit wilde ik niet.
Oké, ik ga nu even weer off camera bekijken naar de animaties van het ding. En dan hoef ik die misschien niet eens te verwijderen. En op het einde, kijk, het is niet netjes, want dan gebruik je in principe twee objecten. En als je de een dan zou verwijderen, zou de animatie van die andere niet meer werken. Je wil natuurlijk gewoon één object voor alle animaties zitten. Wat ik dan ga doen op het einde, gewoon alles vervangen wanneer ik alle animaties heb. Ik denk dat ik dat nu ga doen. Geen idee, ik ga het lekker proberen. Oké. We gaan even gewoon rustig kijken. Als eerst. De eerste die begint op 205. En wat ik nu in principe weer heb gedaan is. Ik heb de tijdlijn van die nieuwe. En zoals je ziet staat er de jumper op. Ik heb nog steeds die oude, hè, niet vergeten. En dan gaan wij hier. Even plusje. Je kan weg. Je kan weg. En jij wordt. Kan ik jouw naam nog veranderen? Dat kan hier. Jij wordt. Jump load. Hoppa. En die begint vanaf 205 tot en met. Even kijken. Tot en met 208. Wauw, dat is kort. 208, serieus? Oh, hè, maar hij pakt nu niet dat ik in die stand ga. Oh, natuurlijk. Ik moet 195 intypen. Dat is stom van mij. Dus dan wordt het zo. Dit is in principe de low. Dit gaat hij dus elke keer doen als hij spatie intypt. En we gaan weer een beetje terug naar wat we in episode 1 hebben gedaan. Maar dit is in principe wel gewoon wat we doen. Dus gaat hij vanaf 210, dus doen we plusje. Jump. Gewoon de echte jump. I guess. Of de offset. Nee, dit is wel echt de jump. Alleen moet hij zich hier pas afzetten. Dat is ook weer een beetje gevaarlijk. Ja, ik ga hier gewoon de jump afzetten. Offset, hop. En die is vanaf 200. Oh, nee. Want ik wil dat hij even wacht. 208. Tot en met. Ja, tot wanneer is hij? Oké, we doen gewoon wel 4, want hier begint hij wel weer te veranderen. 217. Dit is letterlijk gewoon kijken en doorgaan. Ho, 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 ho. 217. Wat je hier ziet is dat hij zich afzet. Oké, dat moet hopelijk goed gaan. Dan hebben we hier nog één. We gaan er zo minimaal nog twee doen. De van jump naar lucht. Jump lucht. Wauw, namen. Is van 217. 217. Tot en met. 222. Dat is ook niet zo heel lang. Hoppa. Oh, dit is zo snel. Dit klopt denk ik niet. Wacht. Huh? Ja, oké, maar het is geen loop. Het wordt geen loop, hè. Dat is sowieso één ding ook wat speciaal is. Hij gaat het één keer uitvoeren. Maar dit is wel een beetje heel snel. Ik zie het wel. Oh, huh? Oh. Huh? Oké, dit wordt apart. Dit is moeilijk. Dit is letterlijk even gewoon goed bekijken. 222 tot en met en dan gaat hij naar hier. Ja, dat klopt wel. Want ik wil dat hij vanaf dit punt, als hij nu op zijn hoogste punt is, want hij blijft op zijn hoogste punt tot hier, ongeveer. Daarna wil ik pas dat hij echt valt. En vallen is dit. En daarna komt de recovery, dus op de grond. Dus dat klopt wel, mensen. Even kijken hoor, 222. Dat staat goed. Ja, het wordt gewoon geen loop. Dat wordt hem gewoon precies. Dan wordt het hier dus. Jump. Val. Dat wordt dan 222 tot en met 225, I guess. Het is zo kort allemaal. Weet je, dat is ook weer apart voor mij. De speed staat zo snel. Dat wordt ook misschien nog een dingetje waar we naar gaan kijken. Misschien. Oh, dit is moeilijk. Dit is ook de eerste keer dat ik een jump animeer en erin doe. En ik doe het gewoon lekker live met jullie. Dan gaat hij van 225 naar jump land. Wauw, dit is zoveel. Dit is echt oprecht veel. Jump land gaat hij dan naar 225. Ik hoop dat jullie het wel leuk vinden om te zien. Het is wel weer ook weer apart. 231. Oh ja. 231.
2031. En daarna komt de recovery, oftewel de pas, oftewel de animatie waarvan hij ook weer over kan lopen naar de lopen en rennen en zo. Jump. Work. Recovery. Die is vanaf 231 uit mijn hoofd. Even kijken, dat was juist tot en met 237. Kijk maar, hier staat hij erop. Oké. Dat gaan we even applyen. En dan ga ik. Wauw, zoveel. Dit is letterlijk zoveel. Ja. Wauw. Hier loopt hij natuurlijk. Maar wat ik nu dus ga even doen, is deze weghalen, I guess. En nu wordt het oprecht spannend. Oké, dat doe ik gewoon lekker live met jullie, ja. Want ik ga nu dus naar de player en naar de animator. Ik moet leren om niet Nederlands en Engels tegelijk te praten. En ik kan hem hier inzetten. Dus nu hoef ik waarschijnlijk mijn player, oftewel deze, niet te verwijderen. Ik ga zo'n stukje daarin. Want wat gebeurt er nu? Ik heb nu deze als default staan. Hij gaat wel. Oh, hij gaat door middel scoren natuurlijk hierheen. Oh, wow! Dit is echt heel raar. Maar hij doet het wel. Hij doet het heel goed zelfs. Nice. Hij kan hem dus ook gewoon uitvoeren. En dat is echt heel tof. Want wat. Dit is echt. Ik ben nu echt heel blij. Luister. Ik kan nu al deze van die andere speler. Oftewel van een ander poppetje. In Unity zetten. En ik weet dat dit niet een schone en juiste manier is. Maar dit is heel fijn om te testen. Wat we nu ook kunnen doen. Is verder werken met onze code. Nieuwe booleans aanmaken. Zonder dat we deze. Dus deze drie opnieuw hoeven te maken. Want als ik deze verwijder en in nieuwe dit weer neerzet. Ik weet niet zeker of ik deze animator erin kan zetten. En dat deze dan ook blijven. Daar heb ik nu even geen idee naar. Dus daarom hou ik nu deze. En doe ik aan het einde hoef ik gewoon alleen alle animaties te bekijken. En alle instellingen te kopiëren. Gewoon op te schrijven. En op het einde, want ik heb nu ook nog lang niet al mijn animaties klaar. Dus aan het einde kan ik die allemaal echt gewoon overnemen. En nu kan ik gewoon lekker verder werken. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar wat we nu dus gaan doen is hier kijken. Oh, mijn stem wordt een beetje schor. Sorry daarvoor. De jump offset. Jump land. Wauw. Dit is echt heel veel, eerlijk gezegd. En we gaan dit nu alleen. Dit wordt nu nog alleen. Dit. Oh, wauw. Dit wordt letterlijk echt gewoon vol. Maar dit wordt wel echt heel erg cool. Dat moet ik eerlijk zeggen. Gelukkig staan ze nu nog niet op een loop. Dat is mooi. Dit wordt letterlijk nu nog alleen van het stilstaan, hè? En ik weet dat ik ongeveer 4 van de zoveel. 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel heb ik er? Ja, 6. Ik kan er ongeveer 4 of 3 van de 6 kan ik gewoon gebruiken. Want dat zijn letterlijk dingen in de lucht. En weet je, nou, als je. Stel voor je rent en je staat dan in de lucht. Dan is er geen verschil met lucht van lopen en lucht van rennen. Dus dat is nice. Misschien wel de forward push, maar dat komt wel goed. Nu heb ik dus deze hier. Of we nu dus gaan kijken, we gaan even wat plezier hebben. En ik weet niet zeker of ik dit allemaal af. Wauw, ik moet niet meer erg raar. Ik moet even eens kijken of ik dit. Dit ga ik niet allemaal afkrijgen in deze episode. Wauw, ga even weg met je maximize screen. Dat wil ik even niet. Kijk, als ik nu dit allemaal op default zet, dus oftewel oranje zet, kun je zien dat het zich aanpast. Oh, wauw, dat is zo snel. Het is echt te snel. Maar dat is geen probleem. Deze is zo leuk. Waarom? Ik denk eerlijk. Wat? Ik moet ze even op de goede voorgrond zetten. Dat staan ze niet. Recovery. Oké, dit is weer in principe het begin. Want dit is letterlijk hetzelfde als. Wauw. Hier doet hij. Oh! Deze gaat ook zelfs te snel. Ik kan het allemaal langzamer maken, gelukkig. Die vind ik leuk. Die is echt tof. Kijk maar. Als ik nu dus zeg maar. Dit doe zo. Hier lijkt gewoon letterlijk alsof ik me klaarmaak om te springen. Of om te poepen. Wauw. Maar dat is wel cool. Dit ziet er alleen echt niet uit. Wauw. Je kunt ook nog steeds rechtdoor gaan terwijl je jumpt. Dat moet ik ook nog even uitzetten. Maar dat komt wel goed. De animatie zit er nu tenminste in Unity. En. Wauw. Ik ben wel blij, dan moet ik zo meteen even een goede voorgoed zetten van zeg maar echt gewoon de jump methode. Maar dit is wel cool, dit is wel echt tof, neem ik aan. Oké, genoeg gezien voor het jumpen nu. Die ga ik hopelijk morgen nog even afmaken en anders doen we dat in de volgende episode. Wat ik nu even ga doen is dat map idee testen, want zoals je ziet op het steen staat nu niet die tag, dus daar kan ik nu in principe niet over heen springen. Dus ik ga even een oude map opzoeken. Ik hoop eigenlijk mijn eiland, dat ik die kan gebruiken.
Ga ik hem dan klaarmaken en dan importen in Unity. En dan kijken we even hoe lang deze episode al is. Ik wil zo graag het jump afmaken, maar ik wil deze video wel woensdag online hebben. Dus ja, laten we even gaan kijken naar de map. Dan wel één ding wat ik wil laten zien. Ah ja, je ziet dat hij een beetje... Dit is best tof eigenlijk zo. Ik hoop dat ik niet al te veel lek heb. Nee. Kijk, een ding... Kijk, stel voor je springt nu zo. En dan sta je zo even in de lucht, zo. Omhoog, hop. Of je gaat weer naar beneden, weet ik veel. Dat ziet er al best tof uit. En ik weet dat ik nog de armen moet bewegen en de benen en zo. Maar, want het is nu nog gewoon echt stilstaan. En dat komt wel goed. Het gaat me nu echt vooral gewoon testen. Want ik ga sowieso nog minimaal één of twee keer alle animaties vervangen voor mooiere. Het is ook nu nog letterlijk een basis en ik word gewoon overduidelijk beter in animeren. Ik animeer namelijk niet heel vaak. Maar dit ziet er wel tof uit. Ik was even mee aan het spelen en zo. En jump. En dan moet natuurlijk ook echt tientallen animaties weer worden uitgevoerd voordat hij echt goed landt. En dat moet ook allemaal worden afgesteld. Maar dit vind ik wel leuk. Ik moet nog even bepalen wat ik ga doen met het springen, by the way. Voor het bekijken van... Ga ik echt kunnen bewegen terwijl ik spring? Of spring ik en is het gelukt? Spring je gewoon wel ergens naartoe? Dat is misschien wel gewoon iets wat ik moet uittesten. Wat ik bijvoorbeeld lekker vond in Assassin's Creed Unity of wat dan ook. Het is niet dat ik dat in één keer kan namaken hoor. Maar het wordt even spannend. Oké, dan kijk eens. Ik heb nu dus een nieuwe map in Unity gedaan. Dit ziet er echt best wel tof uit. Het is een map van Verrijden. Een van de Hunger Games maps. En dit vond ik vroeger een hele leuke map. Nu nog steeds eigenlijk. Ik heb alle teksten erop gedaan. En het blenderproces laat ik even niet zien. Want wat ik van plan was met die bovenste blokken. Dat ik zeg maar daar een dingetje van af had. Dat ik daar in één keer alle tekst doe. Zodat je niet in principe van de zijkanten kan afspringen. Heb ik nu nog niet gedaan. Omdat het nog niet echt een map wordt. Waarbij die echt in de game komt. Meer een testmap. En het is toch nog best veel werk. Maar wat ik wel heb gedaan. En dat zal ik even zo meteen laten zien. Ik heb de jump al een beetje gefixt. En dat is waar ik me ook de volgende episode vooral op ga focussen. Ik kan nu gewoon normaal lopen. En het leuke is als ik nu spatie indruk. Dan gaat hij zo klaar staan. En hij telt op. Zoals jullie zien is nu links 10. En dan kan ik springen. En dit is best tof vind ik. We komen er dus wel. En er zijn dus een paar dingen die ik moet uitleggen. Oké dan, ik zal het even laten zien waar ik nu vooral mee bezig ben. Hier zeg ik in principe dat als spatie wordt ingedrukt, dan gaat jump load aan. En dat is deze. Zoals jullie hadden gezien is dat zeg maar dat hij bukt. Dat zien jullie hier. En die voert hij één keer uit en dat is heel goed. Dan, pas als ik zeg maar spatie loslaat, dus elke keer als ik spatie losgaat, gaat hij de afzet doen. Dat is deze. Kan ik die ook laten zien? Oh, jawel. Hier. Dat is die. Dus dat werkt in principe al echt perfect. Het zijn nog wel wat dingetjes. Ik moet nog wat een beetje op tijd letten. Want dus kijk, zeg maar, als ik nu spring, dan gaat hij dan pas zich afzetten. En ik wil eigenlijk doen dat hij zich eerst echt nog wel afzet voordat hij omhoog gaat. Maar dat kan ik later heel makkelijk doen met een soort van timer aanzetten van 1 seconde. Zoiets dat hij wacht na die animatie en dan pas echt omhoog gaat. Maar het ziet er wel goed uit. Eén ding waar ik nu mee struggle is... En daar heb ik gewoon even meer tijd door de week nog om even naar te kijken. Maar bij distance to ground, dat is in principe die straal die we naar beneden laten gaan. Die heeft een hele goede waarde. Ik heb er ook even veranderd zodat het vaste nummers blijven. 2, 4, 6, 8, zoals jullie zien. Dus dat werkt echt heel erg goed. Heel goed zelfs. Maar zoals jullie zien, het gaat omhoog en weer omlaag. En ik dacht, als hij... Kijk, stel voor ik spring niet zo hoog. Dat wordt al leuk. Kijk, zeg maar, als ik nu omlaag ga en ik sta nu op 2 of zo, dan moet hij al een andere animatie doen van nu kom ik dichtbij de grond. Snap je? En ik dacht dus, dat kan ik heel makkelijk gewoon op de 2 doen. Maar toen bedacht ik me ook al, hij komt in principe 2 keer langs de 2. En de eerste keer dat hij er langs komt, gaat hij omhoog en wil ik eigenlijk dat hij zich nog afzet. En de tweede keer dat ik er langs kom, moet hij een andere animatie uitvoeren. Dus wat ik moet doen is eigenlijk checken, heeft hij zijn hoogste punt al bereikt? En... Daar heb ik nu even meer tijd voor nodig dan wat ik nu in de episode kan stoppen. Maar zo werkt in principe programmeren. We gaan dus nu gewoon kijken, heeft hij zijn hoogste punt al bereikt van zijn sprong? Zo ja, dan mag hij andere animaties uitvoeren met dezelfde waardes. En als ik dat heb, dan heb ik in principe de hele jump klaar. En dan moet ik nog de jump maken voor in principe het rennen en zo. Maar dan kijk ik nu dus hier naar van, hier kijk ik dus naar de 2 en jullie zien het ook. Nu op 2, dat zegt hij, even kijken hoor. Ik heb nu de code zeg maar, op collapse staan. Even kijken. Je kunt het zien. We gaan omhoog. En hij heeft 4 keer nu op 2 uitgevoerd. Dat betekent dat hij dus 4 keer langs de 2 komt. Of eigenlijk 2 keer komt hij er langs. Maar blijft er die 2 keer lang genoeg op om die code 2 keer te weergeven. Als je het allemaal snappen. Maar voor de rest. Ik denk dat de jump zelf. Ik laat hem nog 1 keer even zien. Want het is best wel leuk.
Ik denk dat de jumps zelf best wel goed worden eigenlijk. In Blender zag het er heel snel en een beetje ruw uit. Maar zoals jullie zien, als ik nu stilsta en load, want dit vind ik wel leuk. Je kan echt stil blijven staan en dan, je dan afzetten. En dat ziet er wel tof uit. Ik denk, het ziet er nu al meteen beter uit dan eerst. En we gaan nog helemaal optimizen en dat in de volgende episode. Ik hoop dat jullie de map ook leuk vinden. Het is best wel tof volgens mij. Dit is ook wel cool. Als ik nu helemaal zo uitzoom, kan ik de hele map zo zien. En ik moet eerlijk zeggen, het lekt niet echt. Dus ik ben wel blij, want dit is een pittig grote map. Maar dit worden wel ongeveer de maps. Ik denk wel nog wel een stuk groter van de echte gameplay. Maar dit is wel cool. En je kunt zo ook naar je player kijken. En bijvoorbeeld springen. Maar bijvoorbeeld, ja, ik ben wel blij. Zeg alsjeblieft wat jullie ervan vinden en wat ik beter zou kunnen doen. Jammer genoeg kon ik de jump deze episode niet afmaken. We hebben wel een nieuwe map erin gedaan die best wel leuk is, ook om mee te testen. Wat ik namelijk bijvoorbeeld ook nog wil doen. Ooit, en ik weet niet hoe ik dat ga doen nog, je hebt namelijk iets heel speciaals. En dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik wel heel graag wil uittesten. Dat heet Inverse Kinematics. En dat betekent, en dat hebben alle populaire games tegenwoordig. Dat betekent dat jouw animaties, oftewel de bones van je speler, gaan zich aanpassen aan het terrein. Bijvoorbeeld, stel voor ik kom hier en mijn been gaat hoog genoeg. Dan wil ik dat mijn bone van die animatie zich op die tegel gaat zetten. En maar dat is wel moeilijk, moet ik zeggen. Dus ik weet niet of ik dat ooit ga doen, maar dat wil ik wel graag in de game. Dat maakt het echt een stuk beter. Maar anders wil ik ook nog regelen dat ik over die halve slabs heen kan stappen. Want dit is niet zo heel goed nodig. Ik wil niet voor elke slab hoeven te springen. En by the way, wat ik ook nog naar moet kijken is kleine sprongen. Grote sprongen zien er voor nu heel mooi uit. Want die kunnen langzaam. Die hebben veel waarde om te lezen. Dus heel ook wel even om die animaties uit te voeren. Maar kleine sprongen hebben dat misschien niet. Daar gaan we even naar kijken. Misschien ga ik daar wel gewoon een standaard animatie voor maken. Kijk maar. Ja, dat is wat minder. Misschien ga ik daar wel gewoon een standaard jump animatie bij zetten. Dat ik dan gewoon echt die van Blender pak. Van als de spatiekie zo snel wordt losgelaten. Dat ik dan gewoon die animatie uitvoer. Maar ja, dat is nu het plan. Het is weer een beetje. Ja, we doen weinig in deze episode, moet ik zeggen. Ik bedoel, we hebben ons echt compleet gefocust op de jump. Maar wat ik wel moet zeggen. Als ze die jump af hebben, heb je best wel een chille player movement. Dan kunnen we gewoon overal naartoe rennen en springen. En natuurlijk, het is nog niet geweldig. Want kijk, waar ik nu nog gewoon niet blij mee ben, is het rennen. De overgang is niet goed en de speed is ook niet goed. Hier zie je dat je in één keer stopt terwijl je nog wel doorrent. Want ik wil dat het iets smoother wordt en daar gaan we ook in volgende episodes verder aan werken. Maar ik denk dat het wel tof wordt. Ook gewoon het springen zo. Kun je lekker door de map heen. En dat vind ik wel echt tof. Ja, je ziet dat hij nu ook niet de spaat zet, omdat hij nu niet, zeg maar. Oh, nee. Oké, wauw. Je ziet dat hij nu niet de sprong uitvoert, omdat ik niet stilsta. Of omdat hij niet vanaf idle naar de spronganimatie kan. Maar dat komt wel goed. Ik vind dit wel echt heel vet. Ja, dit is wel vet. Maar ja, hopelijk vonden jullie het wel leuk. Het is een beetje. Ik wil altijd veel te veel doen in één episode. Maar we zijn nu even bij het springen gekomen. En. De map is worden van verrijden, dat heb ik volgens mij al wel gezegd, maar het is wel belangrijk om dat te zeggen, want het is echt een hele mooie map. En ja, dit was hem dan. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat een reactie achter wat jullie graag nog meer in de game willen zien. Alle ideeën zijn echt heel erg welkom. En dan gaan we volgende week verder met springen. Bedankt voor het kijken naar Ik Ben Je Game. Like, subscribe en hopelijk tot de volgende episode van de Ik Ben Je Game.